AMO is een zorginstelling in de regio Tilburg. Wij bieden begeleiding aan kinderen met verstandelijke beperking, kinderen met gedragsstoornis. Allemaal kinderen met een hulpvraag op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling. Als zorginstelling proberen wij ons te onderscheiden door het aanbieden van activiteiten tijdens de begeleiding. Dus we gebruiken eigenlijk de activiteit als middel om aan doelen te werken. De activiteiten mogen ook best wel heel erg leuk zijn. Kinderen zitten heel de dag binnen op school tot 3 uur. Daarna mogen ze plezier hebben, daarna mogen ze bezig zijn, actief, vooral buiten. AMO is een team van hele enthousiaste jonge begeleiders. Die begeleiders werken hier allemaal minimaal 32 uur. Dus met relatief weinig mensen doen we heel veel werk. Waardoor we heel snel vertrouwd en bekend zijn bij de kinderen, wat heel belangrijk is. Die begeleiders werken ook op alle momenten in de week. Dus dat kan zijn een middag, een dag, een weekend. Maar door de week heen zie je steeds weer dezelfde begeleiders. Nou, dat is voor kinderen ontzettend prettig. Daarnaast hebben wij het vervoer in eigen hand. Dus we halen de kinderen zelf op, we brengen ze ook zelf weer naar huis. Een stukje warme overdracht, ja, dat is iets wat ons onderscheidt. Kom maar Sterren, mag je uitstappen? En loop maar daar gelijk naar de andere dames toe. Voorbij de... Twee! We hebben een team van begeleiders waarin de begeleiders actief geschoold zijn. Dus dat wil zeggen sport en bewegen, SIOS, ALO. Allemaal met een actieve achtergrond, waardoor ze het spel en de activiteit goed kunnen aanbieden. Daarnaast hebben we een heel team van pedagogen in dienst die vooral inzetten op de zorg. Nou, en in die teams gaan we op pad. En die teams worden weer aangestuurd door een orthopedagoog bij ons binnen de instelling. Ja, en dat is een constructie die zorgt voor veel kwaliteit. Ik zorg ervoor dat de kinderen de juiste begeleiding krijgen bij de AMO, de juiste zorg die ze nodig hebben. Ja, dat doe ik door contact zeg maar, met de begeleiders te onderhouden. Ik stuur de begeleiders waar nodig en ja, er vinden gesprekken plaats met de begeleiders zeg maar, om te kijken hoe het staat met de zorgdoelen, wat ze doen. Na ieder begeleidingsmoment rapporteert de begeleider in ons systeem, waardoor dat ik zeg maar, eigenlijk dagelijks de voortgang kan zien van de kinderen. De informatie vanuit de begeleiding breng je over naar de ouders. En wij hebben ook het contact met school. Om te kijken hoe het binnen de klas gaat. Wat zijn de doelen, de sociaal-emotionele doelen binnen de klas. En wat hebben we bij de AMO en hoe kunnen we dat eigenlijk samen brengen. Zodat het kind op dezelfde voet verder kan gaan. Zeg maar. Nou, wij willen de professionaliteitsslag naar de toekomst gaan maken. Door uiteraard meer in te zetten op kwaliteit. Kwaliteit is voor ons ook persoonlijk contact. Nou, daarmee proberen we eigenlijk te zeggen dat elke vestiging moet een redelijk select team hebben van begeleiders, van zorgcoördinatoren die min of meer alle cliënten, alle kinderen binnen zo'n vestiging kennen.